Ik zie heel veel duiven, houtduiven. Je moet wel goed in de gaten houden. Hier zien we een club spreeuwen. Op Schiphol zorg ik er dag en nacht voor dat ik de vogels verjaag uit het landingsterrein. Gezamenlijk met de collega's rijden wij onze rondes hier en daar gebruiken wij verschillende verjagingsmiddelen voor. En eigenlijk zorgen wij met z'n allen ervoor dat het vliegtuig zo veilig mogelijk kan vertrekken. Havendienst, kiviteen. Kiviteen, er zijn zojuist vogels gemeld op de rijbaan Zulu. Ik ga die kant op. Op sommige plekken zitten er vogels in het landingsterrein waar wij ze liever niet willen hebben. Ze kunnen een gevaar zijn voor het vliegtuig. In het slechtste scenario kunnen ze in een motor terechtkomen. Dat willen wij zoveel mogelijk voorkomen. We zien op dit moment een blauwe reiger. Die gaan we verjagen met ons verjagingsgeluid. We hebben de meeuwen aanstaan. Omdat er nog steeds landende toestellen zijn, willen we niet dat die richting onze landingsbaan gaat. Heel af en toe gebruiken wij ook nog onze toeter op de auto, de klaxon. En daar gaat ook menig vogel van aan de kant. Nou, we zien af en toe een zwarte kraai voorbij vliegen. We gaan allemaal de goede kant op, allemaal uit het terrein. Wij weten waar de vogels zitten door hier regelmatig in het landingsterrein rond te rijden. Wij hebben zelf een tablet in de auto die voorzien is van een radar. Wij kunnen een melding krijgen van de luchtverkeersleider of de piloot die doorgeeft dat hij vogels gezien heeft. Go ahead, Safari 1. We hebben een melding gekregen van de piloot dat er wat vogels rondom de baan zitten. Dat gaan we inspecteren. Schiphol is een aantrekkelijk leefgebied voor vogels. Er is hier veel gras. Ze hebben geen last van natuurlijke vijanden. We spreken over een meeuw, een spreeuw, een aalscholver, een blauwe reiger. We hebben zelfs boerenzwaluwen, huiszwaluwen, wilde eenden, krakeenden. Te veel om op te noemen. Nou, we zien daar toch weer een torenvalk vliegen. Wat ik ook doe is als de luchtverkeersleider een nieuwe start- of landingsbaan wil gebruiken, inspecteer ik die baan. Nou, dan geef ik hem weer vrij aan de luchtverkeersleider en kunnen zij de baan gebruiken. Missig slag, duizenden spreeuwen weer uit het landingsterrein.